vragen of ik goed was voorbereid als schoolleider, moet ik zeggen dat ik dat niet was. En ik met allerlei onderwijskundige initiatieven die school vol inspiratie binnenwandelde. En dacht van, maar die operatie kost heel veel tijd en hoe gaan we daarmee om? Ik was wel wat voorbereid op dat schoolleiderschap. Ik had in de tussentijd een studie onderwijskunde gedaan. Ik werd afdelingsleider van mijn eigen team. En ik voelde me, ik was begin 30, tegen de senioren op, hè, dus de oudere docenten in mijn team. Ja, dat vond ik best lastig. Toen ik begon in het schoolleidersvak, schrok ik. Ik merkte vooral dat in de tijd toen ik in het onderwijs begon, en toen ik 15 of 20 jaar later begon als schoolleider, er niet zoveel veranderd was. Hey Sam, ik begreep dat de stelling was van ze worden niet voorbereid op hun rol. Nou, dat kan ik me haast niet voorstellen. Hoe gaat zoiets? De stelling klopt deels wel, deels niet. Hè? Want een docent, getalenteerd, ambitieus, wil teamleider worden. Dat is mijn opvatting erover. Is het heel belangrijk dat zo iemand op een goede manier begeleid wordt in het eerste traject om het vinden van zijn of haar rol. En de belangrijkste verantwoordelijkheid daarvoor ligt natuurlijk bij de teamleider zelf, maar vooral ook bij dienstleidinggever. En dat iemand ook de tijd krijgt om te ontdekken hoe die aan kan sluiten bij wat die aantreft en daarin zijn en haar eigen positie en rol kan bepalen. Ja. Je hebt natuurlijk, eigenlijk krijg je een hele andere identiteit. Zelfs als een voetballer coach wordt. Mm-hmm. Dat is een nieuwe identiteitsdefinitie. Je zit op het grensvlak van verantwoordelijkheid voor deel en het geheel. Mm-hmm. En je hebt een leidinggevende functie. Ja, precies. En je bent niet meer, je bent wel collega, maar een collega in een andere rol. En ik denk dat dat wel een van de lastige dingen is in het onderwijs. Dat enerzijds is een soort neiging tot hiërarchisering. Hè? Dus we willen graag denken in termen van laag naar hoog. En tegelijkertijd is er een enorme neiging om de organisatie zo plat mogelijk te houden. Alsof het een democratie is. Wij beslissen hier met z'n allen. Ja.